We rijden op de A28 van Utrecht richting Amersfoort. Een collega meldde eerder dat deze Audi nogal vlot invoegde. En dus houden we hem even in de gaten. Het is na 7 uur 's avonds en je mag hier nu 130. Daar houdt de bestuurder zich netjes aan. Ja, hij pakt nu, of hij geeft even gas en hij pakt de afrit opeens vrij vlot. Gaan er heel veel met hem mee hoor, de afrit af. Nou, hij staat in ieder geval met zijn achterwielen op de stopstreep. Ja, deze maakt vooral gebruik van het feit dat zijn auto elektrisch is en heel hard kan accelereren. Ja, ik ga zo bij de lampjes McDonald's weer rechtsaf. Kijk even wat hij doet op de provinciale weg. Ja, dat is gevangen. Je mag hier 80, maar daar zitten we al snel boven. Ah, we rijden nu 138 in de 80, 145 uitlopend, 160. De meting komt uit op een gemiddelde van 134. Oh, wat een geluk hé, 134 in de 80. Nou, na correctie. Zeker massen. Gecorrigeerd is het namelijk 49 te hard. Zijn rijbewijs mag hij dus net houden, maar hij krijgt wel een heel dikke boete. De bestuurder verklaart dat hij het dom vindt van zichzelf. En dat heeft de agent die hem aanspreekt niet ontkend.